Soms heb je geluk, gebeurt er iets heel moois. En dat is zeker het geval bij het feit dat dit schilderij, het Lichten van de Fuiken van Emil Claus, dat nu in Singelaren hangt. En dat komt omdat het museum van Elsene, een Brussels museum, aan het verbouwen is en ons heeft gegund om een keuze te maken uit de hoogtepunten uit die verzameling, namelijk de Belgische kunst uit de periode ongeveer 1870-1970. En een van die absolute hoogtepunten van dat museum is dit schilderij van Emil Claus. En Emil Claus is de grote luminist uit Vlaanderen. Wij hebben Sluiters en Mondriaan en Gestel, geweldige kunstenaars, die met korte toetsjes het licht eigenlijk proberen te pakken. En datzelfde doet Emil Claus ook. En hij zat heel dicht bij de bron, want het pointillisme, het stippen van kleuren, ongemengde kleur, kwam via Parijs eigenlijk eerst in Brussel terecht, het werk van Georges Seurat. En dus die Belgische kunstenaars die waren de eerste om die nieuwe stijl te omarmen. En Claus die doet dat met enorme verven. Hij maakt enorme landschappen nabij Sint Martens Latem, dat was een kunstenaarskolonie, buiten Gent. Net zo goed als Laren, dat is buiten Amsterdam. En hij focust op het leven in de natuur van de mens zoals het al eeuwenlang hetzelfde is gebleven. En dat doet hij dus door te werken met die kleine stipjes, waarmee hij vooral de nadruk legt op de zonovergoten landschappen uit zijn omgeving. We zien een blik op het riviertje de Leie in Vlaanderen. En daar is een klein bootje geschilderd met twee mannen, twee vissertjes, die fuiken uit het water halen, la levée de nas, het lichten van de fuiken, zonovergoten. En als je nog beter kijkt, dan zie je dat die fuiken zich bevinden onder knotwilgen die aan de rand van de Leie staan. En van de tenen, van de takjes van die knotwilgen, werden die fuiken gemaakt. Iets dat al duizenden jaren hetzelfde is gebleven. Dus wat doet Claus? Hij schildert het leven dat altijd eigenlijk gelijk was gebleven. In een tijd dat de industrie op kwam zetten, ook in België, en het ging daar heel hard in de 19e eeuw, was hij een van de kunstenaars die de schoonheid van de natuur en de mensen in de natuur als onderwerp koos, als tegenwicht tegen die lelijke industrie die ook toen al het land verpestte. Tot slot, dit enorme schilderij met zijn originele lijst werd in 1895, dit is in 1892 geschilderd, werd in 1895 geëxposeerd op een van de grote tentoonstellingen in België, de Salon van Brussel. Vanaf het begin van de 19e eeuw was er jaarlijks een grote tentoonstelling afwisselend in Brussel, Gent en Antwerpen. En als je daar als kunstenaar voor werd uitgenodigd en je daar kon presenteren, dan was je kostje wel gekocht. Ook in het geval van Claus, want rond de tijd dat die tentoonstelling plaatsvindt daar in Brussel, wordt dit werk ter plekke gekocht door het Museum van Elsene. En daarom heeft het nog die prachtige originele lijst. Ik hoop dat u straks in de gelegenheid bent, als wij weer open zijn, om hier te komen kijken naar dit meesterwerk van Emil Claus, het Lichten van de Netten uit het Museum van Elsene.